credit of several different organizations that made it happen. Obviously, Stein, who's all of these artists we're featuring here tonight are from Stein, and also some of their technicians are here, and they're working with Harvest Works, who's also put in a lot of support to this project, as well as the Ministry of Culture, the Netherlands Ministry of Culture, and other people who really, this is kind of very much of a group effort to make this concert happen. So we're very pleased that it is happening and hope you'll come back to our other two concerts this weekend, as well as our concerts, the final concerts in the series on April 16th and 17th with Trimpin and Todd Mackover. So we're very excited to have Nicholas Collins, Joel Ryan, and Ray Edgar to be presenting these. They're very innovative works with a variety of instruments and interactive computers, etc. And so thanks for coming, and hope to see you at some of our other events. Thanks. This is a piece about going blind. It's called Lightning Strikes Not Once, But Twice. To 1978, I drove a truck for Red Ball Freight. One night I was coming home from Portland, and this big gull flies up out of nowhere, smack in my windshield. Windshield shatters. I see a flash of white. I miss a curve. I'm running a big L. When I came to, I couldn't see a thing. I've been blind ever since. Last week there was this big storm. I was out in the backyard, kind of dozing. When I feel the first drops of rain on my cheek and wind coming up my hair. So I get up. Pat, that's my wife, strung a rope from the back porch to a maple at the end of the garden after I had the accident, so I could find my way without getting into the flower beds. I reach for the rope and head for the porch, but I must have gotten turned around. Because after a while, my left hand touched the trunk of the tree. That's when it happened. I heard a sound like a whip. My hand gets slapped real hard, and
and I must have gone flying 10 feet back the line. Next thing I know, I'm looking up at white smoke coming off a black branch against a gray sky. Pat comes running up behind me, wearing the most beautiful red dress I've ever seen. Thank you.
Thank you.
We zijn nu, wat is het, 3-4 uur verder? Nee, 3,5 uur verder. Dit is het resultaat. Proost. Ja. Dat heb je, hè? Ja. Denk je dat het nog lukt om dronken te worden, Ray? Of, Nou, daar moet ik toch even over drinken. Drinken? Niet over drinken? Mm-hmm. Daar moet ik even over drinken. Maar die Adams en ik, die stappen met elkaar wel. Ja, je hebt wel vriendschap gesloten met Sam. Ja, ik heb laatst volgens mij alleen maar een soort reclameopnametjes van mij. Maar het was wel lekker anders. Het was eigenlijk geen ijs, hè? Nee. Bevroren yoghurt. Volgens mij was het gewoon een beetje een mislukking. Nou. Ja, misschien moet je dat maar even toegeven. Ik heb dat familiepak toch tot de helft al gereduceerd, dus ik moet zeggen dat die echt vies was. Familiepak? Dat was een klein rotbekertje, man. Je hebt het niet eens opgeturven voor eten. Voor Amerikaanse begrippen. Nou, nee, dat is prima, dikke noorden. Je moet even de Dalmatiër sokken van Frank even nemen. Zullen we daar even op ons op richten? Ja. Hm? Goed. Kut. Nee, niet. Nou, iets dan nee. Iets van zaken. Ja, we hebben Frank in tegenlicht. Ik geloof niet dat die camera dat echt aan kan. Dat wij daarentegen kunnen dat heel goed. Wild scherp te stellen. Ja. 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 Daar komen ze. Daar komen ze. Ja. Ja, nee, dat is duidelijk genoeg voor de camera om scherp te stellen. Ja. Andere sok. Ja. Gewaagde sokken hoor, Frank. Nee. Ja. Dat zijn Ja. Een beetje gedraaid. Ja. Maar je had gisteren met. Dat vond ik aan zo'n macht met de laatste Frascati in mooie dingen. Wat? Dan zag je, dat zag ik dus aan mijn bol van. Dan zag ik twee camera's tegelijk met die andere kant. Ja. Maar. Dat betekent ook. Ja. Composiet. Superimposed. Impose is. Hoe heet dat? Ja, dat moet ik niet weten. Impose is. Imponeren. Superposed. Maar. Ik heb gelijk. Mm-hmm. Ja. Zo klaar heb je ongelijk. Telligheid kent geen tijd, hè? Ja, dat is er dus voor de gelijk. Dat heb ik ook anders wel eens zien. Wie? Stellark. Wie is dat? Een body artist. Dat is iemand die zich aan vleeshaken ophangt. Oh. Alle en spoelen. Alle kom. Oh. Nu 3:30 s'nachts en ik hoor in een heel raar soort gesnurk. Onduidelijk nog wat van Tom of Frank komt, maar ik zou zeggen, raad te snurken.
Discharge. Come on, back up.